CSA Sparta, het is bijna ten einde. Klaar voor een nieuwe stap in jouw carrière. Klopt, ja. Ja, sportief een mooie uitdaging. En ik kijk daar naar uit. Ja. Dus ik ga naar Excelsior toe om daar assistent bij het eerste elftal te worden. Ja, je hebt 6 jaar lang rondgelopen bij Sparta. Hoe kijk je terug op die periode? Fantastisch. Geweldige tijd. Ik ben de club heel dankbaar voor de ontwikkeling die ik heb mogen doormaken. Binnengekomen bij de onder 14. Part-time begonnen. Mijn doel was om fulltime in de jeugdopleiding werkzaam te zijn. Nou, dat is vrij snel gelukt. En ja, ook alle ruimte gekregen binnen de club om me door te ontwikkelen. Vanuit de middenbouw naar de bovenbouw, naar het tweede elftal. Maar ook naast het trainersvak op het gebied van het coördineren van een aantal zaken binnen de opleiding. Het meedenken op strategisch gebied. Ik ben heel erg blij en dankbaar voor de afgelopen 6 jaar. Ja, en nu toe aan een nieuwe stap naar Excelsior, richting een eerste elftal. Ja, zeker. Ja, ik zie het vooral als... het is weer iets nieuws en een hele mooie nieuwe uitdaging, een nieuwe omgeving. Waarin ik me kan ontwikkelen, maar waarin ik ook hopelijk wat kan bijdragen aan de club waar ik naartoe ga. En daar was ik wel weer naartoe. Ja, want wat je zegt, 6 jaar. Wat ga je het meeste missen aan Sparta? Ja, wat ik heel gaaf vond in de afgelopen 6 jaar was dat het training geven is niet alleen training geven van die spelers. En wat ik heel vet vond aan de club Sparta en ook aan de mensen die hier werken en hebben gewerkt, dat je heel veel kruisbestuivingen binnen die club kon maken. En daar ben je zelf ook bij betrokken geweest. Dat we, als ik kijk naar de B en de A, dus de bovenbouw van Sparta, ja, dat we met hen via commercie, via de maatschappelijke tak, via ticketing en supporterszaken, dat we mooie kruisbestuivingen konden maken. En dat we daardoor die jongens ook meer konden geven dan alleen maar training geven. En dat vond ik vooral heel gaaf. Dus dat je die extra maal zeg maar, kon lopen door met z'n allen met elkaar samen te werken om de jeugdopleiding verder te helpen. Ik heb de afgelopen 3 jaar natuurlijk met Michel heel veel gewerkt. Ik denk dat wij elkaar heel goed aanvulden. Hij als oud-voetballer, natuurlijk 500 potjes gespeeld en overal aanvoerder geweest. Dus op detailniveau ijzersterk. Ik wat meer vanuit de methodische kant en de opleidingskant. Ik denk dat er een hele goede samenwerking was. In de bredere zin van het woord. De samenwerking met Dolph, met Camille, met Henk en met alle andere mensen die erbij horen. Daar heb ik veel van geleerd en daar ben ik ze allemaal erg dankbaar voor. Ja, als je nou eens, het is natuurlijk een lange periode, 6 jaar. Maar als je nou eens een paar mooie momenten uit die 6 jaar eruit kan halen, wat komt dan bij jou als een van de eerste dingen naar boven? Buitenlandtrips met de trainers aan het eind van het seizoen. Grandioos. Rome. Portugal, ik herinner me dat Sparta op de laatste dag zich handhaafde uit bij Go Ahead Eagles en dat wij met de trainers in Portugal waren, in Lissabon, op een hotelkamer, dat we die wedstrijd konden zien. En een dag later stond het in de Telegraaf en dat we dat daar konden vieren. Bergamo, bij Martin de Roon geweest, bij Atalanta. Hamburg, bij Rick van Drongelen, dat soort trips, die waren heel erg gaaf. Maar ook persoonlijk als ik naar mijn team kijk, met de onder 17, dat we hier handhavingswedstrijd tegen Excelsior speelde. Notabene tegen je nieuw werkgever. Notabene tegen Excelsior. En met een oud collega die daar toen trainer was, Ari. En dat daar 50 tot 100 supporters van Spangenaren bij waren. Die een extra dimensie aan die wedstrijd gaven. Vooral voor die jongens. Hoe gaaf is dat als je 16, 17 bent en er zitten een paar honderd mensen in het stadion. Waarvan er ook nog eens 100 mensen van de fanatieke aanhang zitten met fakkels en trommels. Nou, dat was wel heel, heel erg gaaf. En het is voor mij elke dag een feest geweest om hier te zijn. Ik ben heel erg dankbaar dat ik hier 6 jaar heb mogen werken. En ik heb een heel warm gevoel aan Sparta overgehouden. En wie weet wat de toekomst brengt.